Nou, dames en heren, ik ben hier vandaag ook te gast bij het geheugen van Zeist in deze prachtige plek. Het bruist vandaag in Zeist. Er is ook nog op open atelierroute. Er is ook nog een duurzaam winkelweekend. Maar dit is natuurlijk het belangrijkste, hè? Het geheugen van Zeist. En dat vormt u met elkaar. En we zijn hier in een hele historische plek waar je wijn, het gaat over wijn, gaat over proeven. Het gaat over kredietbergplaats voor wijn. Ik vind het een prachtige term. Misschien dat Marcus er straks nog iets over kan vertellen. Ik zou zeggen, geniet met elkaar wat Zeist allemaal te bieden heeft, ook op een historisch gebied. Laat het leven en laten we elkaar de verhalen van Zeist doorvertellen. Ja, van mijn kant hartelijk welkom hier op het, de achterkant van het Boederplein bij de Boedergemeente. Mijn naam is Marcus Kiel, ik ben predikant in deze gemeente en voorzitter van de museumstichting Het Hermite Huis. En ik heb het genoegen om u vandaag even een kwartiertje voordat de rondleiding begint iets te zeggen van over nijverheid op die plek waar u bent hier op het Boederplein en op het Zusterplein. Zoals vele verhalen van Zeist begint ook dit verhaal bij het slot. De eerste hernuters die hier kwamen, hebben het slot gekocht. En het slot moest een buitenplaats worden voor een rijke Amsterdammer koopman, Schellinger. En hij wilde dus het slot als een buitenplaats en hij wilde de Boedergemeente hier huisvesten. Er werden al de eerste gebouwtjes bij gebouwd. Hier ziet u het boven, dus dit plan is goed te zien, Boederplein is dat. Maar hier ziet u boven hier een huisje, daar een werkplaats enzovoorts. En linksboven, het lange, dat is de plek waar we nu staan. Dus die oude zeepziederij. Dus ze moesten natuurlijk werken, de mensen. Want niet alle mensen die hier kwamen wonen, hadden zoveel geld als de eerste bewoners die uit Amsterdam kwamen. Komt hij dan gerust mee? U kunt ook bij mijn collega. Wat dat is, dan hadden ze nog geen graf, deze weg. Zo'n 1910, 1920. Om zo aan te gapen. Zit mijn haar niet goed? Of heb ik een vlek op mijn kleding? Kalm, kalm, Trudy. Maak je niet druk. Ik denk dat we iets heel bijzonders meemaken. Het lijken wel moderne mensen. Wat? Mensen uit de toekomst? Maar die mensen in de toekomst weten toch niet dat wij de dames Kakebeen zijn? En zouden ze in de toekomst weten van het Martinhuis te Zeist? Met die prachtige terracotta fabriek aan de Lage Weg. Ik kan wat vertellen over deze paarden. We hebben een Friespaard bij ons, die staat links voor de wagen. En we hebben een witte schimmel, dat is een Gelderse stuifpaard, hebben we bij ons. En deze lopen nu in tweespan voor deze Jan Plezier. En daarmee pendelen we vandaag hier heen en weer. Deze Jan Plezier, oftewel paardentram, wordt vaak met grotere gezelschappen ingezet. Maar bijvoorbeeld voor toeristen, maar ook wel met bruiloften, eigenlijk van alles. De wijze van mennen is bijzonder. We rijden met het Achenbach systeem en volgens het Engelse principe, dat houdt in dat de koetsier rechts op de bok zit.
En waarom was dat? Of waarom is dat? Deze hobby, dit vak is eigenlijk ontstaan in Engeland en daar rijdt het verkeer links en dan zit het, de chauffeur zit in de auto ook rechts. Ja, ik ben Jacob de Groot. In het dagelijks leven werk ik bij het gemeentearchief. Ik hou me echt niet bezig met historische archieven. En vandaag is de eerste keer dat de erfgoedpartners een dag organiseren. Waarbij alle activiteiten, zoals dit is bijvoorbeeld het bootje varen, op het slot plaatsvinden. En dan zie je hoeveel belangstelling er is van oma's met kleinkinderen. Het wordt vastgelegd. Broers die komen, broers en zussen die vroeger als klein kind hebben gevaren. Ja, dat is toch een heel bijzondere ervaring. Amanda Mant, ik ben secretaris van boogschietvereniging SHS Geronimo uit Zeist. Wij schieten hier al ruim 30 jaar in Zeist, op verschillende locaties. We hebben ongeveer 50 leden. We schieten met allerlei verschillende soorten bogen. Ik heb hier in mijn hand een zogenaamde recurve boog. Dat is de boog waarmee ook op de Olympische Spelen wordt geschoten. Dus die hebben jullie misschien wel eens op tv gezien. We hebben ook het type boog, meer indianenbogen, zeg maar. Dus de tak met touwprincipe, de hele simpele bogen. En we hebben hele complexe bogen waar je juist weer heel ver mee kan schieten en heel erg nauwkeurig. Dus van alles en nog wat. En alle leden schieten allerlei verschillende types. We schieten op verschillende afstanden. We hebben een binnenbaan en daar schieten we op 18 meter. Dat is de kortste wedstrijdafstand. En hier buiten hebben we verschillende afstanden. Tussen de 18 meter en de langste is 90 meter. Dat is de langste wedstrijdafstand. Wat ze op de Olympische Spelen doen is 70 meter, dus dat is net een stukje korter. Maar alles is mogelijk qua afstanden. Nou, dit is nou een mooie fiets. Die heet de Bone Shaker. En het zal zo meteen duidelijk worden waarom die zo heet. Die had toen geen luchtbanden, maar rubberbanden. En het leuke detail is, dit is een rubberen band die als het ware om de velg heen gaat. Als die in ontspannen toestand zit, zit er 2 centimeter open. Door erop te gaan zitten en te gaan fietsen, sluit hij zich helemaal naadloos aan. Wat gaan we proberen?